Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van Pirate Team NL. Nou hebben we de legale Cat 2 collectie. We beginnen hier met de pijl. Een mooi pijltje. Lekker Thunder Rocket. Lontje. Is mooi. Mooi spul allemaal. Is allemaal goede spul. Coverhaat allemaal wat ik heb gekocht. Mooi pijl. Hier hebben we de rotjes van Cavarata. Hele mooie rotjes. Ze zijn wel een beetje skeer geplakt, maar van rotjes voor 55 cent kan je niks vallen. Hier heb ik 17 pakken van. Dus ik kan de dag gewoon mee doorkomen. Daar ben ik ook blij mee. Hier hebben we 2 pakken van. Dit zijn de Epic Shock XXL, alleen ze zijn heel klein. Echt heel klein. Dit zijn de, ja, ik denk wel een van de kleinste shockjes die er zijn. Daar heb ik er 100 van in totaal. Van de rotjes heb ik er 1700 van in totaal. Ja, er zijn er dan 50 per doos. Daar heb ik nog een doos achter staan. Ik had ze eigenlijk zelf wel iets groter verwacht, maar als ze maar lekker knallen, dan vind ik alles prima. Ja, het is niet een hele grote en veel collectie. Ja, dit heb ik er ook nog bij gehaald. Grondbloemen, maar dat is gewoon, ja. Dat is eigenlijk ook al in de categorie 1 collectie. Want dit is officieel kat 1. Maar je hebt ook grondbloemen dat kat 2 is. Maar dit is dan kat 1. Ja. Het is altijd leuk om erbij te hebben om projectjes te maken en zo. Ja, dit is dan mijn collectie. 2017-2018 met deze mooie pijl. En hier heb ik er 17 pakken van. 2 pakken, 1 pijltje. Er zijn er in totaal dan 1700. Ik zal het wel eens even laten zien. Kijk, hier ligt al mijn spul. Helemaal vol gegooid. Hier liggen dus die dingetjes. Daar ligt al de categorie 1. Ik heb hier nog wat partypoppers. Zelfgemaakte rookbom. Hier. Er liggen nog wat partypoppetjes hier. Maar is altijd leuk. Achter liggen nog wel wat spulletjes. Maar het is niet zo boeiend. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Het is een mooie collectie. Ik vind het zelf een mooie collectie. 40 gram zit hierin. 0,45 per rotje. En deze moet ik nog een keer uitrekenen hoeveel erin zit. Nou mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke collectie vonden. Dan zie ik jullie bij de afsteken van met Oud en Nieuw. Later mensen.